De zesbaanhoezer. In. Waar zitten we nu? Hoe huurt dit bij? Ja, toch maar nog. Zullen we gewoon het Rieke afgooien om te kijken of er ergens een mestoes is? Het is natuurlijk wel. Want hier zien we geen auto stom, maar dat tegen overal. Om erachter te komen. Nou ja, ik snap wel dat het zes. Ik kan nog net als zes tellen. Ja. Maar waarom hebben ze dat hier dan zo prominent op de gevel gehangen? Is hier vroeger een stationnetje geweest misschien? Of hoe in de helu die op het spoor werkte? We liggen van op baanhoes 2, man. Baanhoes 1 mag niet. Ja, dan gewoon op baanhoes 2. Van baanhoes 1. Oh, dit is leuk. Oh, kijk. Even. Wie zit er dan? Kijk, wie zit er dan? Onderweg! Cursus vingerverven voor beginners. Nou, iets verder als beginners. Goedemorgen. Goedemiddag. Middag, zo, ja. Nou, dag mevrouw. Ja. Wij zien van de onderweg. Ik zie het, joh. Ja. Is dat bekend bij jou? Ja. Ja? Ik kreeg hem nu niet meer op de televisie. Oh, nee toch? Maar alleen op de radio huur ik het nog wel eens. Oh. Maar de televisie, ja, we hebben schoten. En toen zei de kleinzoon, schoonzoon, die zag dat dat te duur was voor al één of geen. Oh. Doe best te duur, dan moeten we sparen. Ben ik te ja, duur? Zal ik vragen of ze mijn salaris halveren? Nee, dat weet ik niet. Nee, die vergaan niks meer over. Hé, hey, maar je zoet net te haken, hè? Ja. Te haken. En dat heb je allemaal zelf gedaan, die plukjes? Ja. Dat is ook hobby? Ja. Oh, wat leuk. Ik wou nu een Eskimootje maken. Een Eskimootje? Ik wou het installen. Of je kind naar binnen komen. Ja, mag dat? Ja, ja, heer. Welkom. Beter als dat we, en daar zal geluidsman Joost Meers ook blij mee zien. Met Ronne kent je, hè? Ja. Ja, dat is onze klein schoonzoon. Nee. Ja. Rolf. Oh, wat leuk. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Nee, we geven door. Dus onze Ralf Soeren is het schoon kleinzoon. De S met een kleindochter van ons getrouwd. Zelfs meer van Ivana Fransen. Ja, van Ivana Fransen. Ja, ik heb het ook gezien wie ze. Waren ze prins en prinses geweest? Zijn je ook ergens op bezoek? Hebben je een. Met 14 februari. Een koffietoffel of ze gaat voor Ivana verzorgd. Waren we dat? In 18 jaar. Waar hij een prins, ja. Oké. Okay. Ja, weet ik niet of Geer dat wordt, nou, maar dat wordt wel van L1. Want maar 14 februari, dat is toch Valentijnsdag, of niet? Ja, dat wordt toen. Kiek. En dan waren ze prins en prinses van de carnaval. Als je even nog... Zwaai even naar Ralf. Ja, dag Ralf. Kom op nou, kieken. De groetjes. Ja. Dus je ziet de schoenoma van Ralf. Ja. 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 Hé, worst ook geen nog op? Alleen op dat. En dat is? Patrol. Ja, patrol, de Ruukse, dat ze binnenkomt. Ja. Ik dacht dat je eerst de olieman was, maar toen koos ze je gezicht. Nou, ze zien ons ook wel eens voor ANWB aan met ons uiterke. Maar voor de olieboer hebben ze me nog nooit aangezien. Nee. Maar is dat wat ze in Bels met zoet nemen? Ja. Mazoet, ja. Mazoet, hè? Dat is mazoet, ja. Ik zou je dat laten zien. Oh ja, het maar is die moeite. Allemaal. Ja, een Eskimootje. Hey. Ik maak heel veel pupjes en deertjes en zo gaat allemaal. En wie lang doet je dat al? Maar een jaar of 10. Nee, zo oud als die klein als Ivana is. 28, 29 jaar. Maar haken heb je altijd gedaan? Ja, ook. Spreien. En, maar ja, dat is ook de mode, hè. Er is nog wel een haak, en je haakt spreidje. En in de keuken, maar voor de rest heb ik nog eens geen gehakt spreidje meer op te leggen. Als ergens iets in de haak is, dan is het helemaal. Hé, klopt het gewoon. Ik gewoon even, oh lekker.
Heb je zin in een tas koffie of thee? Of? Zullen we dat dadelijk doen, als we klaar zien met filmen? Oh, zo. Want wij waren eigenlijk beneden. We zien hier wel eens dukken langs gereden. En dan zie je die zes huisjes liggen. Ja. En dit zijn de zes spoorhuizen. Ja. De baanhoezer. De zes baanhoezer. En wie woonde hier dan? Worden dat ook lui die aan de spoor werkten? Die wat hier hebben gewoond, het zijn spoorwegen geweest. Mijn opa was bijvoorbeeld op de andere dingen, op de andere hoek. Je hebt de Bertrand. Ja, daar is verongeluk op het spoor. De opa van u? Mijn opa is verbrand op het spoor. In de jaren voor de oorlog, in 38, 39. Nee, nog eerder. Wat is er gebeurd dan? Ja, die waren met onkruid of gat en spuiten. En er is schijnbaar een locomotief langs gekomen, zo met dat vuur erin. Hè. En dan is ze in de brand gevlogen. Zo zeggen die remmen. En dan kiest een soort vonken gedund. Zo'n vonkenregen, ja. En die spuiten toen de tijd met een bepaalde vloeistof. Wat nog tamelijk brandbaar was. In de bermen. Oh, wie? En zo doen is het gekomen. Ja. Dat is waar ik weet. Heb je dat bewust nog meegekregen? Nee, mijn man wordt 12 jaar. Wie dat gebeurde. Ja. En voor de rest. Het heeft heel veel familie ingewoond. In de huizen, ja. Want twee huizen weer op nummer 7 woont nog in de neef van ons. Pluimmakers. Maar wat grappig, dat dan nog een aantal van deze huisjes nog altijd in de familie zien van lui die aan de spoor gewerkt hebben vroeger. Ja. Voor de rest is het allemaal vreemde, hè. Dus er woont nu geen meer, als de neef en ik dan, of Ferry. Hebben we geluk dat je toe ziet? Ja, dat we zijn altijd toes. We zijn immer toes, dus. Maar hoe lang woont je hier nou zelf dan? 56 jaar. En ik heb direct na de oorlog hier nog 4 jaar gewoond, bij de oma op de hoek. En toen zijn we verwoest. Een hondsbroek. Een hondsbroek, zet dat. Ja. En mijn pap is op de koel, op de emmer gaan werken. Dus. Hey, maar direct na de oorlog, waarom ziet je toen 4 jaar bij je oma gewoond? Omdat mijn mam, die was van hier dan, hè. Mijn pap was in Vlaardingen. En mijn mam heeft hongerwinter metgemaakt. En die wilde daar niet meer blijven wonen. En toen heeft ze direct na de oorlog heeft ze de trein gepakt, wat heel lang duurde. Want er waren niet immer treinen die reden. En is ze hier naar de oma gekomen. En mijn pap is een paar jaar later, bij de oorlog gans, dat alles boven geregeld wordt. En hij een baan had in Hoensbroek. Is ze hier gekomen. Ja, en toen wordt je nog een klein hummelke. Ja. Daar werd geen niks meer van. Nee. Dat is een beetje van. Dus je werd ook niet of je in den tijd ook een paar pulen erg gemist hebt of niet? Nee, ik kan me niet herinneren. Ja, ik moest zoveel vreemde dingen schijnbaar opnemen. Want die heb ik nog nooit gezien. Ja. Maar ik was eigenlijk pas 12, 13 maand wie de oorlog afgelopen was. Ja. Het mam ook nog wel eens wat vertelt over de hongerwinter? Ja. Ja? En die papa ook. Dat waren echt rode bieten, suikerbieten. Alle stiekem klauwen, hè. En voor de rest kreeg ik dat dikke ervan en hun dronken dat water ervan, hè. Dus. Het is niet voor te stellen, hè? Nee. Hij zei altijd, je hebt niet honger geleden, nou. Ik word echt mager, hoor. Zag de oma altijd. Ja. Een bonnet. Nou, ik weet het. Ik weet die verhalen van mijn moeder nog. Ja. Dat die had die hongerwinter ook meegemaakt. Maar dat echt. Dat was echt wel heftig, joh. Ja. Dat klopt, joh. Ik kan het zelf niet herinneren, maar. En waar ziet je gedurende de oorlog dan? Oh nee, want je in wordt wel Vlaardingen. Vlaardingen, ja. Waar je pap vanaf kwam. Ja, en daar ben ik geboren, hè.
Als enige van het gezin. Dat is ook apart. Ja. Ja. Maar wie is het hem? Je zegt, ik woon hier al 56 jaar. Ja. Wie is het hem hier te wonen? Want het is... Ja, ik kom hier altijd op vakantie bij de oma en bij de tante. Dus je ziet eigenlijk gewoon wonen op een vakantieplek. Ja, juist. Ja. Hij houdt dat hoe is gekocht. Dan hoort dat het te koop wordt, hè. En hij heeft het gekocht, dus. En het moet zich naar achter. Dat kent slechter natuurlijk, hè. Ja, ja. Ze hebben wel een hoop bomen er weggehaald. Dat stingen dennenbomen. En de mannen, die waren allemaal kapot gegaan afgelopen zomer. Wat gauw zeldzaam is, hè. Een boomplaats hebben nu. Oh, tot slot, ik zal nog zeggen, ik had nooit gedacht dat ik vandaag met deze typische Nederlandse winter nog een Eskimo zou zien. Ah, zo.